Nee, val niet naar beneden, jongens. Val niet naar beneden. Nee, we vallen naar beneden. Yo, ik heb wat wijs voor je en leuk die kijkt naar een nieuwe aflevering van Ark Ragnarok op deze mooie Ragnarok wereld. We zijn hier vandaag bij onze base, bij onze dino's, bij een heleboel duivels die hier staan. Want ik heb een heleboel duivels gepriest. Ik zie hier 4 packleaders. Ik heb geen idee wat ik met deze duivels aan moet, omdat ja, ik kan ze killen. Gewoon, ik heb hier bijvoorbeeld een killgun. Rex, doe even rustig. Dus, maar ik vind het zo zielig om ze te killen. Dus wat ik waarschijnlijk ga doen, ik neem ze allemaal mee. En ik laat ze vechten tegen de Giga. Dat ga ik naar alle waarschijnlijkheid doen. Ik wil even mijn geluid wat zachter zetten, want de T-Rex maakt moken veel lawaai. Maar, ik heb heel veel zitten breeden met mijn direwolves. En hier, dit is allemaal uitgekomen. Hier staan 4 direwolves met allemaal mooie verschillende kleuren. En ze zijn best wel mooi geworden, moet ik zeggen. Laten we beginnen met deze. Dit is de eerste mutation die ik had. Dit is 1 mutation. Dat rode is 1 mutation. En hij is ook een beetje bloederig. Hij heeft 85%... laat ik zeggen, 85% imprinting. Yes. En ik kon doorgaan bieden met deze, maar ik vond het op zich zo best wel nice. Het zwarte met het rode, het paste op zich best wel goed bij elkaar. Deze heb ik net 6 levels gegeven. Dus dit was best wel laag qua levels. Was 254 dan. En ja, Imitation, ik vond het best wel een gaaf duivelhoef. Gaan we door naar de tweede. Deze is fully mutated. Yes. Deze duivelhoef had een van de ouders, die had alleen maar een rode rug. Yes, ik had eentje die had een oranje lichaam en eentje had rode poorten. Dus ik heb gewoon gebreed en dan krijg ik dit. Nice. Ik vond het op zich best wel nice. Ja, ik zat te twijfelen of ik ook eventueel rode poorten op deze wil hebben. Maar ik vond deze op zich ook best wel nice. Je hebt ook 252, dat zijn best wel laag. Ik heb een aantal die zijn in de 80, maar dan waren ze niet echt mutated. Dus dat is een beetje jammer. Dus deze is een beetje rood met oranje. Het past best wel goed bij elkaar. Ik vond hem op zich best wel nice uitzien. Dus aardige duim. Of dan gaan we naar mijn favoriet. Dat is deze. Ik vind deze er zo gaaf uitzien, jongens en meisjes. Daar zitten. Deze ziet er zo gaaf uit. Dit is Cyan, volgens mij. Cyan lichtblauw. En het past echt mooi bij het zwart. Dit is 1 mutation. Dit blauw is 1 mutation. De rest was gewoon standaard bij deze direwolf. En dit ziet er zo gaaf uit. Wat ik echt zo nice vind is bij die achterpoten. Ja, dat ook een heel klein beetje blauw bij zit. De achterpoten zijn gewoon zwart. Maar dit hoort er dus blijkbaar bij. Dit ziet er zo gaaf uit. Dit is echt mijn favoriete direwolf. Yes. En dan krijg ik deze. En deze is op zich een beetje lelijk. De kleur blauw is op zich best wel nice. Dus op zich best wel kleur blauw. Deze is ietsje beter. En het onwetende game. Altijd nice. Alleen, de poten zijn kotsgroen. Ik weet niet waarom. Het lijkt net of die in groene modder heeft gestaan. Maar alsnog, dit is gewoon ontzettend gaaf. Op zich, het is best wel lelijk. Ja, want ik had hem kunnen breeden met zwarte poten. Dat was misschien wat mooi geweest, maar ik dacht van, ik laat hem gewoon zo. Het maakt niet echt uit. Dus dit zijn mijn gemutated direwolves. Yes, ik heb heel veel nog niet geleveld. Maar dit is wel de hoogste van allemaal. Yes, ik had 1 comment gekregen al bij de vorige aflevering. Noem 1 direwolf een naam. Dus even kijken welke naam het was. Dat was de naam Koda. Yes. En welke naam? Ik denk dat deze direwolf best bij de naam Koda past. Dus we gaan jou even kijken. Options, change name. We gaan jou Koda noemen. Yes. Jij bent een beetje Koda kleurig. En deze direwolf, mijn favoriete, wil ik een naam gegeven. En ik weet niet echt wat voor naam ik voor hem wil hebben. Ja. Maar ik denk dat ik hem gewoon Blue noem. Ik vind Blue op zich een Blue is een beetje een rare naam. Ik moet even een goede naam voor deze direwolf gaan verzinnen. En van alle 2 direwolves mogen jullie een naam verzinnen. Een beetje een goede naam, anders verzin ik een goede naam voor deze. Ik noem jou gewoon Red. Dat ga ik sowieso doen. Yes, omdat jij bent gewoon rood. Je bent gewoon Red. Ik noem jou gewoon Red. Red, Koda. En voor deze, ja, ik dacht gewoon om hem Kots te noemen. Omdat veeg die. Ik doe het gewoon. Ik noem jou gewoon Kots. Yes, ze hebben allemaal goede namen. Kleine namen. En hoe wil ik jou noemen?
Ik weet wel op zich wel een naam voor jou. Yes, ik noem jou Hera. Op zich wel een prima naam. Dus wat ik wil gaan doen met deze direwolves is, ik wil eventjes met ze gaan jagen. Yes, ik wil met ze gaan jagen. Ik ga eventjes levelen in... yes, even kijken. Jij kan wel even wat health gebruiken. Even kijken, jou heb ik al geleveld. Yes. Even kijken, jij kan eentje health gebruiken en de ander wel in melee. En hoe zit het met jouw stats? Even kijken. Je hebt op zich hoog melee, maar je mag best wel wat meer health gebruiken. Yes, ik heb een health kit, dus dat kan ik jou even geven. Maar ik ga op deze duivel rijden. Dit is mijn favoriet. Ik ga op deze duivel rijden. En dat is genoeg, dus de rest volgt mij. Yes. Laten we eens gaan jagen met deze duivels. Ik weet niet of er in de buurt wat nice rondloopt. We gaan gewoon jagen met deze pack. Dit is gewoon een nieuwe pack. Die gaan we gewoon mee jagen. Kom op, kom allemaal. Oh, waar zit die nou vast? Ja, deze zit vast. Dat is ook de pack leader. Ik zit dus niet op de pack leader, maar daar kan ik niet heel veel aan doen. En jullie zitten nu vast. Oké, kunnen jullie me heel gauw volgen nu? Yes, oké. Ze zijn er allemaal uit. Nice. Nice. Dit is mijn trike. En ik ga echt even dit geluid van... ik ga wat meer geluid uitzetten. Want dat onweergeluid is gewoon veel te hard. Oké, nice. Het is nu de pack leader. De pack leader is level 275 en jij bent level 249. Er zit best wel wat in, maar ik vind deze kleur gewoon geweldig. Dus ik wil gewoon jagen op deze direwolf. Dus laten we eens gewoon eens naar beneden lopen. En laten we gaan kijken wat we allemaal tegen kunnen komen. En waar we zouden kunnen gaan jagen. En volgen we allemaal wel. Misschien lopen er wat Terrazinos rond waar we even op kunnen jagen. Dus ja, laten we kijken wat we tegen kunnen komen hier in het gebied rond onze base. En daar ben ik weer. Ik zit eventjes op... dit is Kots. Ik zit even op Kots. Want Kots is namelijk de pack leader. En even kijken of ik over twee melee damage levels heb. Oké, nou is mijn vraag. Jij bent de pack leader. Kan alleen de pack leader huilen of kan ik dat ook? Nee, volgens mij kan alleen de pack leader kan dus ervoor zorgen dat iedereen zo'n boost krijgt. Of niet? Hoe doe je dat? Blijkbaar niet. Hoe is dit mogelijk? Oh, yes, jij bent de pack leader. Hoe kan ik nu... je kunt sniffen. Oké. Okay. Hoe kan ik nou... Dat is toch de rechte muisknop, maar die werkt niet. Oké. Okay, val aan. Let's go. Kijk ze allemaal gaan aan. Waarom kan ik niet huilen? Dat moet toch kunnen? Met de packleader. Kijk, jij bent de packleader. Oké, okay, wacht. Stop. Nee, ik kan niet huilen. Waarom is dat niet mogelijk? Kan ik dat op jou wel? Nee. Dit is op zich best wel raar. Dat moet kunnen volgens mij. Net gebeurde het wel op een of andere manier. En ik weet niet hoe. Maar dit is op zich raar. Waarom kan ik niet... Oké, ik geef je nog meer melee. Je hebt bijna 900% melee. Dit zijn echt goede direwolves. Oh ja, kijk, nu kan hij wel huilen. Ah, oké. Okay. Kijk, ze allemaal huilen. Oh, nice, nice. Oké, okay. Iedereen volgt deze. Let's go. We gaan op jacht. Hier, val dus het aan. Oh, dit is zo nice. Kom op, let's follow. Er zijn een heleboel dino's hier die allemaal doodgaan. Oké. Okay. Let's go. Grijp de Iguanodon. Alles gaat dood hier. Oh, dit rip schildpad. Hier nog een schildpad. Rip schildpad. Hier, Dilo dood. Oké. Volg mij. Yes, squad. Er is hier namelijk een Terrazino. Let's fight the Terrazino. Oké, val niet naar beneden, jongens. Val niet naar beneden. Oké, nice. We hebben gewoon die Terrazino gedood. Zo de jee. Oké, wat ik eigenlijk van wil, ik wil even hier helemaal naar boven gaan. Want hier zitten ook andere dino's. Rond het sneeuwgebied, dus daar kunnen we heen gaan.
Dus squad, let's follow. Ik ga gewoon allemaal melee damage geven. Hoe zit het qua health? Je hebt 4k health. Jij hebt, even kijken. Je mag ook iets meer health gebruiken. En de rest gaat in melee. Nice. Even kijken. Red heeft een paar levels. Je hebt 8k health, is goed genoeg. Yes. En even kijken. Hera hier. Die heeft health genoeg. Even kijken, zo. Je hebt bijna 1000. Holy shit. Hier Trudons. Ik haat die Trudons. Oké. Dit gaat een heel moeilijk iets worden. Denk ik. Omdat er lopen hier 2 Teresino's. Ah, nou kan... Oké, ze worden aangevallen door de Teresino's. Oh, die gaan dood, die Teresino's. Nee, 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 nee. Val niet naar beneden, jongens. Val niet naar beneden. Nee, we vallen naar beneden. Oké, wat de hel gebeurt er? Waarom vallen wij helemaal naar beneden? Oh, shit. Mijn dire wolf. Wat de fuck gebeurt hier? Oké, ik moet dit doen. Ik moet naar beneden vallen. Als ik bijna beneden ben, moet ik eraf springen. Oké. Oké. Wat de... Hoe... Nou vechten we schildpadden? Hier nog een schildpad. Let's go. Alles is door. Alles gaat hier... Wacht, ik mis er één. Ah nee, is er eentje helemaal naar beneden gevallen? Even kijken. Kan ik hem zien? Waar is die? Ik denk dat hij hier beneden zit. Wie missen we? Oh ja, missen de oranje. Oh, ik zie hem. Hij zit helemaal in het water. Ah, oké, let's go. Let's go. Let's go, boys. En girls, we gaan het water in. Yes, oh, ik lag enorm in één keer. Dikke lag spikes. Oké, hier zitten we in het water nu. Yes. Oh, waarom is hij nu de pack leader? Koda is de pack leader. Ik denk dat Koda het hoogste level is. Oké, let's go. We gaan even uit het water. Oké, ik wou helemaal naar boven gaan. We zijn helemaal beneden nu. Maar dit is een hele goede pack om mee te jagen. En ik vind het echt gaaf om hiermee te jagen. Dus ik zie hier nog maar Teresinosaurus in de buurt zitten. Die kunnen we allemaal gaan killen. Yes. Even kijken, jij hebt ook een aantal levels. Dus even kijken, misschien kan ik jou weer eventjes packleader maken. Oké, even kijken. Jij bent packleader. Waarom ben jij packleader met 266? Je hebt 285. Oh, nu ben jij weer... Waarom hebben we 2 packleaders? Oké, soms begrijp ik deze game niet echt heel erg goed. Oké, let's go. We gaan deze Teresinosaurus aanvallen. Let's go, val hem aan. Let's go. Waarom gaan ze nou huilen? Geen idee waarom ze nu huilen. Maar waarom ben jij packleader? En waarom is die andere packleader? Ik begrijp dit niet. Waarom hebben we 2 packleaders? Plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Oké, okay, dit is heel erg raar. Oké, meer melee bij jou. Ik denk dat... Oh, zij viel naar beneden. Daar komt dat door. Denk ik. Carnal, jongens. En hij is dood. Oh, dit is zo gaaf. Dit is zo gaaf om mee te jagen met deze dino. En we zijn echt... Ik zit moken vol met vlees. Ik zit helemaal vol met vlees. Je hebt 2 levels. Doe maar een health. Nice. En nog een Teresino. Er zijn zoveel Teresino's hier. Oké. Okay. Waarom kunnen we niet... Let's go. Kill de Teresino. Hoppa. Zo doen we dat. Zo doen we dat. Oh, dit is zo nice. En we vinden 3 levels. Hoe kunnen ze daar wel zo snel levelen? Holy shit. Holy shit. Oké, okay, dit is denk ik tijd om richting base te gaan. En hoe kom ik in godsnaam weer naar boven? Dat is de vraag. Ik heb geen idee. Kunnen wij naar boven komen vanaf hier? Ik weet het niet. Oké, dus ik ga kijken of we terug kunnen komen richting base. En anders moet ik met dino's naar boven vliegen. Dus ik ga even kijken wat de juiste weg is om naar boven te gaan. Stomme insecten. En daar ben ik weer. En we zijn weer terug richting base. We hebben ze aardig geleveld. Even kijken. Kots is nu over level 300. Yes.
En ik kom erachter dat mijn favoriet eigenlijk Hera. Hera is pas level 265. Nice. Maar ze hebben allemaal redelijke stats, moet ik zeggen. En dit is ons mooie squad. We moesten helemaal omlopen. We zijn daarna beneden gevallen. We moesten helemaal om de base. We moesten die kant moesten erop lopen. Dus dat is op zich jammer. We hebben goed gejaagd. Laat even huilen. Waarom huilen ze niet mee? Geen idee. Voor mij zitten ze bij een andere pack of zo. Ik heb geen idee hoe dat precies zit. Maar ik had een rare bug dat Koda hier ook een pack leader was. Ik had twee packs leaders in dit groepje van vier. Dat is een beetje raar. Ik weet niet hoe dat kwam. Maar jongens en meisjes, daar zit het einde van deze aflevering van Ark Survival Evolved. We hebben gejaagd met onze nieuwe wolf pack. Dus met onze mooie, schitterende, gekleurde wolven. Ik vind ze zo mooi. Ik vind vooral deze zo mooi. Dit is echt mijn favoriete. Hera is echt mijn favoriete direwolf. Maar jongens en meisjes, dames en heren, zoals ik zeg, is het einde van deze aflevering van Ark Survival Evolved hier in de mooie Ragnarok wereld waar het een beetje donker is. Maar vond je deze aflevering leuk? Laat dan natuurlijk een like achter op deze video. Abonneer als je nieuw bent en hopelijk zie ik je allemaal terug in de volgende video van Ark Survival Evolved hier op deze mooie Ragnarok wereld.